van de mujahideen. Sta op en doe wat. Onderneem iets. Onderneem iets. Sta jullie broeders bij. Met hulp, met steun. Verricht dua voor hen. En desnoods sta je op. En verricht je een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid. Want de Nederlandse overheid is ook een overheid die steun biedt aan Amerika. Het Openbaar Ministerie zegt dat deze oproep strafbaar is en is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek. En op de grond zijn het eigenlijk alleen de Koerden die tegen terreurbeweging IS vechten. Dat was zo in Irak, maar de laatste dagen is dus ook de strijd in Koerdisch gebied in Syrië opgeleid. Met een snelle opmars van IS richting de stad Kobani. Turkse Koerden willen zich mengen in die strijd om de Koerden in Syrië te helpen. Het verdriet van de oorlog in Syrië sluipt langzaam Turkije binnen. Turkse Koerden voegen zich meer en meer bij hun Syrische broeders over de grens. Boraz kwam om bij de slag om de Syrische stad Kobani. Koerden uit heel Turkije stromen de laatste dagen richting de grens hier. Je komt ze overal tegen met allemaal hetzelfde doel. We zijn Mersin'den geldik. Buradaki Kürt vatandaşlarımız için birlik olmaya geldik. Savaşmaya geldik. Hamid was gisteren nog in Kobani. Hij piept al dagen heen en weer over de grens. Çünkü bütün dükkan mükan gördüklerimiz her yer kapalı yani şu anda. Terk edilmiş yani. Gideceğiz, savaşacağız. Silah da elimiz tutuyor. Yani çaresi yok. Ama geçiş olmayacak. Bu saatte geçiş olmayacak. Maar het Turkse leger maakt het de Koerden de laatste dagen steeds lastiger. Ze zijn klaar om te gaan, maar overal is de grens dicht. Overal zijn Turkse militairen. De oorlog tegen IS is een oorlog in Syrië, een oorlog in Irak. Maar nu ook in Turkije de graven zich vullen, zijn de grenzen van deze oorlog in hoog tempo aan het vervagen. En tot zover de strijd tegen terreurgroep IS. Zij wordt niet vervolgd, hij wel, voor verboden wapenbezit. Het juweliers-echtpaar uit Deurne dat in maart werd overvallen in een winkel. De juweliersvrouw schoot de twee overvallers dood, uit noodweer blijkt nu. Het Openbaar Ministerie liet vandaag beelden van de overval zien en liet een deel van het 112-gesprek horen dat de juweliersvrouw had na de schietpartij. Politiebeeldkamer. Ja. Ja, wie het overvaller is geschoten. Oké, overvaller is geschoten. Zijn die mensen nog binnen? Ja. De daders zijn nog binnen? Ja. Is er iemand gewond? Ja. Waar zijn die daders? Die liggen in de winkel. Die liggen hier door te gaan. Ja, daders liggen hier door te gaan. Godverdomme, nou, schiet erop. Ze raken in gevecht. Het Openbaar Ministerie laat ook stilstaande beelden zien van de bewakingscamera's. De vrouw wordt niet vervolgd en ook niet naar zitting gebracht in verband met een gerechtvaardigd beroep op noodweer. De man zal wel worden gedagvaard voor verboden wapenbezit. Het klinkt vreemd. De juweliersvrouw schiet twee mannen dood en hoeft niet voor de rechter te verschijnen. De juweliersman, duidelijk het slachtoffer op de beelden, moet wel voor de rechter verschijnen vanwege illegaal wapenbezit. Wij willen echt onderstrepen dat het hebben van een illegaal vuurwapen een ernstig strafbaar feit is waar we erg aan hechten, waar we zwaar aan tillen. Ook omdat we willen onderstrepen dat het niet de weg is dat je je met vuurwapens moet bewapenen om jezelf te beschermen. Dat is echt de verkeerde weg. Er komen alleen maar ongelukken van. Dat mag wel weer blijken uit deze zaak. De nabestaanden van de twee overvallers hebben nog niet besloten of ze zich neerleggen bij de beslissing om de vrouw niet voor de rechter te brengen. Het is niet altijd prettig om dan alles ook in het openbaar terug te moeten zien. Want daar zal natuurlijk toch ook zichtbaar zijn dat hun geliefde een strafbaar feit heeft gepleegd. Philips wordt opgesplitst. De verlichtingsdivisie gaat los verder en de medische apparatuur en huishoudelijke apparaten blijven bij Philips. Als bestuurder van Philips moet ik deze beslissing nemen om te zorgen dat we verder kunnen groeien in twee spannende groeimarkten en dat we daarin zo slagvaardig zijn
dat we niet bang hoeven te zijn dat concurrentie uit China of Korea of uit Amerika ons het beleg van het brood zal eten. Volgend jaar wordt beslist of het lichtbedrijf wordt verkocht of naar de beurs gaat. De liquidatie van Stefan Regalo Egermond in juli in Amsterdam was een vergissing, dat denkt de politie. Het slachtoffer is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie is er geen aanwijzing dat Egermond doelwit was. Hij was ook geen bekende van de politie. Je straf thuis uitzitten met een elektronische enkelband. Staatssecretaris Steven dacht daarmee geld te kunnen besparen. Maar de Eerste Kamer zet een streep door het plan. Verkeerd idee en slecht uitgewerkt. Steven probeerde vanavond de Senaat nog te overtuigen, maar dat was kansloos. Het plan gaat dus niet door en de staatssecretaris gaat broeden op een andere manier om zijn bezuinigingen binnen te halen. We zijn met meer dan 7 miljard mensen op deze aarde en dat worden er steeds meer. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in de toekomst te eten heeft? Het lijkt simpel, door kennis over voedselproductie te delen met ontwikkelingslanden. Het is een Nederlands plan dat werd gepresenteerd op de VN Klimaattop in New York. Bij vertrek op Schiphol kun je je nauwelijks voorstellen dat er een voedseltekort dreigt. Maar over 40 jaar is er 2 keer zoveel nodig als vandaag. Want zo snel groeit de wereldbevolking. Dus vloog staatssecretaris Dijksma naar de VN-top om andere landen te overtuigen van een Nederlands plan. Wij zijn op het terrein van de landbouw een wereldspeler. We hebben ongelooflijk veel kennis en die kunnen we goed inzetten, juist om op dit punt aan de weg te timmeren. De Nederlandse tuinbouw hoort bij de wereldtop. Dit is dan ook geen gewone groentekas, maar een proeftuin voor plantenziektes. Bij de kleine planten is heel duidelijk te zien dat ze bruine nerven hebben. Het is een beetje gevlekt, een beetje vergeling. Zo'n onderzoek kost veel tijd en geld. Maar het levert zaden op voor gezonde planten die bestand zijn tegen virussen en ongedierte. Als je de beelden ziet van Afrika op de televisie, dan word je daardoor getroffen, word je daardoor geroerd. En ga je na, wat kan ik doen? Wat kunnen wij als bedrijf doen? En als je dan bedenkt dat je al die kennis hebt die zij heel goed kunnen gebruiken, dan wil je dat natuurlijk doen. Rijkswaan begon 6 jaar geleden een groenteveredelingsbedrijf in Tanzania. Hier worden zaden ontwikkeld die bestand zijn tegen droogte en lokale ziektes. Dat zorgt voor een rijke oogst. En het is ook goed voor het milieu, want de boeren gebruiken minder water en bestrijdingsmiddel. Denkt u dat u er iets aan gaat verdienen? Nou, niet in de komende 10 jaar in ieder geval. En daarna misschien wel? Misschien wel, ja. Maar daar doet u niet voor? Nee, dat is niet het belangrijkste. Dat is precies wat het kabinet voor ogen staat. Bedrijven die investeren in ontwikkelingshulp en er zelf misschien ook van profiteren. Andere landen reageren enthousiast. Toen Dijksma gisteren vertrok, wilden 75 landen en organisaties meedoen. Vandaag zijn er nog eens 25 bijgekomen. Want ook zij zien in dat er iets moet gebeuren om al deze monden te voeden. En terwijl we naar dit filmpje zaten te kijken, zijn er wereldwijd ongeveer 300 mensen bijgekomen. Het gaat niet altijd goed met de kinderen van Oost-Europese migranten in Nederland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigt een deel van de 40.000 Oost-Europese kinderen die hier wonen te ontsporen. Door slechte huisvesting, het heen en weer gereis van hun ouders en ze spreken soms slecht Nederlands. Minister Asscher van Sociale Zaken wil een uitgebreid onderzoek. Juist als het om kinderen gaat, moet je niet opzij kijken, moet je niet afwachten, maar moet je in het belang van die kinderen erop af. Hij zwaait weer. In Roosendaal weten ze al dat kinderen van Oost-Europese migranten goed opgevangen moeten worden om te zorgen dat ze straks goed terechtkomen. Ik neem afscheid van moeder. Goed. Op basisschool De Gazellenhoek krijgen ze in een speciale klas 40 weken apart les. Mijn vader had zo'n Nederlandse vriendin, die kon Nederlands praten en we gingen met haar naar deze school en we hebben ingeschreven. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders krijgen aandacht. Wij proberen ze uit te leggen wat er allemaal aan de hand is. En ook wat er allemaal nodig is om hun kinderen goed te begeleiden. Zoals? Dat ze zelf ook de Nederlandse talen, dat ze het samen doen met hun kinderen, dat ze naar de bibliotheek gaan, dat ze op school komen, dat als ze fruitdag is, dat ze dan ook fruit meegeven, wat de gewoontes hier zijn. Poolse ouders die naar Nederland komen denken vaak maar aan één ding, werk, zegt Kosia Dabrowska. Zegt u daarmee dat ze veel beter voorbereid naar Nederland toe moeten komen? Yes, dat is inderdaad zo. Dat mensen gaan gewoon op stap omdat de grenzen open zijn. Ze zoeken het werk en ze denken daar hebben we straks betere leven. Of dat zo is, dat blijkt pas als ze hier aangekomen zijn.
Ze is blij met de aandacht die er nu is voor Poolse migrantenkinderen. De Marokkanen en Turkse families ook hier jaren 50, 60 zijn gekomen. Ik denk dat het probleem niet precies hetzelfde zou zijn, maar het lijkt wel op. En daar zouden we echt beter voorbereid moeten zijn. Ik denk dat de Nederlandse regering daar heeft al genoeg ervaring mee. En die zou het kunnen gebruiken om deze situatie te verbeteren. Goed nieuws voor de provincie Groningen. Google laat voor honderden miljoenen euro's een enorm datacentrum bouwen in de Eemshaven. Het nieuwe complex biedt tijdens de bouw werk aan meer dan 1000 mensen. En ook daarna profiteert de regio naar verwachting flink van de investering. Hier staat over 2 jaar het grootste datacentrum van Google in Europa. Pal naast de Eemshaven in het uiterste noorden van Groningen. Op een flink stuk land waar een paar weken geleden nog wortelen stonden, komen gigantische gebouwen vol servers die het zoeken op internet nog sneller moeten maken. There's a lot of land here. The power connection is very, very strong. There's a lot of available power. The network connection is very good. And the climate really suits our cooling systems. 2 jaar is er in het diepste geheim gewerkt om Google naar de Eemshaven te krijgen. Nu het zover is, zullen andere bedrijven makkelijker volgen, denkt minister Kamp. Grote techbedrijven houden er niet van dat er over hen gespeculeerd wordt. Maar ik kan u zeggen dat op dit moment met een aantal bedrijven hier in Groningen, in de ICT-sfeer, maar ook in de chemische sfeer, investeringsprocessen lopen. Groningen begint weer echt de wind mee te krijgen. Aardbevingen, hoge werkeloosheid. Voor deze regio is de investering van Google meer dan welkom. En wie weet is dit nog maar het begin. En wordt dit gebied achter mij een soort Silicon Valley van het noorden. Google heeft alvast plannen om dit complex over een paar jaar nog veel groter te maken. We hope so. That's our plan. We're not announcing it today, but we have a lot of land here. And we've bought the land thinking in terms of the future. En het levert allemaal werkgelegenheid op. Als de eerste fase van de bouw klaar is, zullen hier zo'n 150 vooral Nederlandse specialisten fulltime werken. En de servers zullen veel energie verbruiken. Google wil alleen duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens. Maar of dat in Nederland ook lukt, dat weten ze nog niet. Tijdens het fietsen even snel je mail checken of bellen. Bij 1 op de 5 fietsongelukken waarbij een jongere is betrokken, was hij bezig met zijn smartphone. Er is nu een nieuwe campagne die jongeren moet opvoeden. Gebruik die telefoon niet tijdens het fietsen. Maar minister Schultz wil er geen boetes voor opleggen. WhatsApp of sms of bellen. Ja, als ik mijn moeder moet bellen of zo. Ik heb muziek geluisterd. Beetje hip-hop en zo. Maar ik ga niet echt hele berichten terug sturen, want dan val ik of zo. Ja, ik weet dat er wel risico's zijn, ja, maar... Nou, er was een keer iemand die was tegen een auto aangereden omdat ze met de telefoon bezig was. Dus dat is gewoon niet zo handig. Jong en oud baant zich al sms'end, bellend en append op de fiets een weg door het drukke verkeer. Het liefst met daarbij een muziekje op de koptelefoon. Gevaarlijk is het wel. Bij 9% van de fietsongevallen is een smartphone in het spel. Bij fietsers onder de 34 jaar is dat zelfs bijna 18%. En wat doe je dan als minister? Je verzint een campagne. Lekker ludiek, om de jongeren bewust te maken van de gevaren. Compleet met een app voor een smartphone. Zet daarom voor je gaat fietsen je telefoon op fietsmodus. Dan fiets je een stuk veiliger. Ik wil helemaal niet de smartphone verbieden. Dat gaat toch niet werken. Maar maak er dan iets leuks van door te zeggen, nou, als je me in de fietsmodus zet, een soort van vliegmodus, dan kun je ook punten verdienen. Kun je fietsen winnen of een t-shirt of iets anders. En dat maakt het wel wat leuker. Dat je je smartphone niet tijdens het autorijden mag gebruiken om even te bellen of om je mail te checken, dat weten we inmiddels wel. Je kunt er ook een boete voor krijgen van €230. Maar wie datzelfde doet op de fiets, die maakt geen overtreding. Veilig Verkeer Nederland die vindt dat onterecht. Wij denken ook aan boetes, dat ook afschrikt en ze dan de smartphone in de tas laten. Ja, ik ben zelf veel meer van de beloning dan van de straf. Omdat ik denk dat jongeren uiteindelijk toch het zullen blijven doen. Dan blijf je bezig met boeten. Het is veel te moeilijk om iedereen erop te pakken. Maar de jongeren zelf denken toch dat een boete meer afschrikt dan een leuke campagne. Boete sowieso, want niemand wil boetes, denk ik. En als het een boete zou worden, wat denk je dat er dan zou gebeuren? Ja, dan denk ik wel dat we gaan stoppen, want ja, het is geld, man. Oh, toch maar die boete dus, Willemijn. Morgen regenpak aan, of niet? Ja, dat was vandaag niet nodig, maar morgen inderdaad zou ik hem in ieder geval meenemen. Ook op de fiets, laat die telefoon ook maar lekker thuis. En dit was vanochtend in Amen in Drenthe. Prachtige foto met die mooie zonsopgang. Ik denk dat het er morgen ook weer wat anders uit gaat zien. Want er zit hier een heel...